Van achter het raampje van mijn coupé gaat Friesland in een sneltreinvaart aan me voorbij. Hoe anders is het om met mijn rijdende verhalenhuis door het land te gaan, met 3 km/u, en verhalen te verzamelen. Verhalen voor dit filosofische reisboek dat ik zelf illustreerde. Ik begon mijn reis op camping De Zwetteblom in Beers, vlakbij Leeuwarden. Het bedoeling was dat ik langs de kust naar het oosten zou trekken. Via kronkelweggetjes kom ik uit in Zwarte Haan, maar daar besloot ik terug te keren en via Harlingen kwam ik uiteindelijk uit in Rotstergaast. Maar dat wist ik nog niet toen ik begon. Het is in de lente van 2019. Ik ben op camping De Zwetteblom en ik ben nog steeds niet vertrokken. Het waait. Eigenlijk hoef je helemaal niet op pad te gaan. Er is al zoveel te zien. Waarom wil ik eigenlijk weg? Ik wil helemaal niet weg. Mijn vingers jeuken om bloemen te zaaien en bomen te planten. En dan te kijken naar de beestjes die erop komen. Om met de kippen te praten. Al die kleuren in de zon. Ik hoef alleen maar op mijn buik te gaan liggen kijken. En dan zie ik al zoveel. En toch was het mijn plan om weg te gaan. Ik heb het zelfs uitgeprobeerd deze winter voor het eerst. Alles werkte. Maar ja. Nu moet ik het echt gaan doen. Ga ik echt die horizon opzoeken? Mijn wielen laten rollen zonder echt band met de aarde van de plek waar ik ben? Straks is er alleen nog het moment. De regen, het water. Rietkraag, waar ik de nacht doorbreng. De zon die tevoorschijn komt. Alles wat ik heb, heb ik. Er is niets dan het moment. Maar ik moet me wel eerst losmaken. Daar is Jochem. Ik zou hem nog helpen met de balen. Ja, daar komt natuurlijk niks van als ik wegga. Gaan is gaan. En dat ik het doe, daar is geen twijfel aan. De reis. Met het rijdende verhalenhuis. Voor het huishouden heb ik zonnepanelen op het dak. Op de weg is een gevarendriehoek genoeg. En de stroom van mijn panelen op de bagagewagen loopt via een lijn naar voren waar de elektrische mover uitnodigend gedekt is als tafel. Ik kom op allerlei plekken. Vandaag kijk ik uit op het weiland van een boer. Hij is biologisch geworden en heeft blaarkoppen. Hij kan goed vertellen en ik luister graag naar hem. Wat is het ingewikkeld om een boer te zijn? Ik zou gek worden.
Een boer heeft maar weinig tijd om met zijn voeten in de sloot te poedelen. Maar ik begin zo langzamerhand te genieten van het op weg zijn. Via Sint-Jacobi-parochie reis ik over de langste straat van Nederland naar het uiterste noorden. En dan ben ik echt aan het einde van Nederland. Land dat gewonnen is door harde werkers met besmeurde laarzen. Bij Zwarte Haan. Veel mensen komen hier uitwaaien, naar de zee kijken, naar de slikwerker, het beroemde beeld, en besluit hun dag bij Zwarte Haan, het restaurant. Ik rijd langs het beeld het dorp in. Ik wandel langs de auto's van de toeristen, langs de huizen van de dorpelingen, naar de camperplaats. Nadat ik even rond heb gekeken, besluit ik om in het begin te blijven staan, want ik denk dat ik verderop niet kan keren met mijn treintje. Ik maak alles klaar voor een kort verblijf op deze beschutte plek. Ze verwachten een zomerstorm. Ik ben zo blij dat ik hier sta. Net wanneer ik de deuren heb gesloten, zie ik dat er iemand naar me toe komt lopen. Het is de restauranteigenaar. Hi. Het is niet zo wijs als ik op deze plek blijf staan. Hij staat ter discussie. Ik kan de storm afwachten, maar het is beter dat ik morgen vertrek. Eerst maar eens een blog schrijven. Met een muziekje. Elke dag maak ik een keus uit de gebeurtenissen die ik die dag heb meegemaakt. En dat schrijf ik zo gedetailleerd mogelijk op. Het is om uit te werken voor mijn boek. Sommige verhalen komen direct in mijn blog terecht. Nu ben ik in Zwarte Haan. Ik begrijp dat hier meer aan de hand is. Maar wat? Hey. Voor mijn deur staat Ina. Kunstenares en erg betrokken met het land wat haar omgeeft. Ze houdt van de luchten. Ze houdt van het oer dat dit landschap in zich draagt. Ze vertelt dat het probleem is dat er steeds meer toeristen komen. Het terrein van het restaurant breidt zich steeds meer uit als een grote hand die de kleine huisjes omsluit. Dat dit benauwend is voor de dorpsbewoners, dat begrijp ik wel. We lopen samen om het huis heen en kijken naar de teksten die erop staan. Ze is vol bewondering. Wat zou zij ook graag zo wonen? Zij woont ook heel klein. Maar niet zo klein als ik. Kom eens langs, zegt ze. Kom morgen. Ze wijst waar het is. Ik kom.
Voor ik de volgende dag naar Ina ga, maak ik eerst mijn huis rijklaar. Ik heb beloofd dat ik wegga, dus ik ga ook weg. Ik rijd langs het achterpad naar de weg die voor de huisjes langs loopt. Terug naar de zeedijk. Ik kom langs het mooie restaurant. De parkeerplaats van de toeristen. En het beroemde beeld. Ik loop door tot ik een eind de zeedijk op ben. Daar stop ik. Even later begint het te plensen. Ik besluit dat ik een lekkere warme douche ga nemen bij mijn nieuwe vriendin. En aanschuif bij haar koffietafel. Dan kan ik gaan. Om de A31 te omzeilen, waar ik nergens doorheen kan, moet ik naar Harlingen. Op de smalle platte landsweggetjes kom ik vooral trekkers tegen en landbouwvoertuigen. Maar in de bewoonde gebieden kom ik ook op rotondes, waar het verkeer zich achter mijn terreintje ophoopt. Tot een keurig rijtje langzaam rijdende auto's. Ik heb ook een wandelprotest tegen de rotgang der dingen. Onderweg zijn er altijd wel mensen die even willen helpen. Bij een steile helling. Of wanneer ik stroom nodig heb, omdat in augustus de zon toch lager begint te staan en mijn stroomopbrengst minder wordt. Als ik water nodig heb. Of advies. Altijd komen er weer mensen om te helpen. En ik geniet. Mijn wielen komen in beweging en rollen rustig de ruimte in, de weg op. Ik adem de frisse lucht in en voel de hemel in mijn borst, alsof hij groeit. Ergens niet ver weg moet een goede plek zijn waar ik weer kan staan. Elke keer weer op verhaal kan komen en de nacht door kan brengen. De hemel, de wolkenluchten zijn de vrijheid. Maar het is meer. Ik denk dat we de vrijheid met elkaar maken. Door elkaar de ruimte te geven en begrip van wat je zelf nodig hebt en wat de ander nodig heeft. En dat niet elke behoefte onmiddellijk hoeft te worden vervuld. Dat kan ook wachten. Je hebt de vrijheid om je doellijst weg te gooien en het over een heel andere boeg te gooien. Als je merkt dat je leven je geen energie meer geeft. Ik denk dat vrijheid te maken heeft met 4 eigenschappen. Lef, geduld, begrip en het vermogen om te kunnen genieten. Altijd. Start. De mover en ik vind opnieuw een plek om de nacht door te brengen. Ik praat met mijn gastheer en gastvrouw over hun dorp.
over activiteiten, sociale gebeuren en wat vrijheid is. Ook met koeien en paarden heb ik goed contact. We kijken graag naar elkaar. Overal welkom. Overal zijn goede mensen. Mensen met een verhaal, iets willen betekenen voor een ander. Ik kom bij het ene verhaal tot het andere. Het is alsof mijn huisje het losmaakt. Maar nu ben ik moe. Ik verlang naar de stal, naar het einde van mijn tocht. En die is in zicht. Rotstergaast. Het is avond. Ik ben zo blij dat ik nu in Rotstergaast ben. Het kan zo spoken in het noorden. Valt hier nou wel mee tot nog toe. Hier schrijf ik mijn boek langs kantelende wegen. Te vinden op mijn blog. Aloïke.blog.